bene. Grazie anche a lei. Ciao, ciao. Annette baseert haar stukken op verhalen die mensen haar zelf hebben verteld, tijdens haar reizen naar landen als Irak, waar ze in vermomming heen gaat. De mensen die ik heb leren kennen in die stad, die maken me tot hun familie en zijn ook heel blij dat je het vertelt. Dus dan ben ik blij dat die stemmen hier gehoord kunnen worden. Vanmiddag speelt Annette een van die persoonlijke verhalen op de middelbare school in Volterra. Ik vind het belangrijk dat jongeren die hier vrij geïsoleerd leven, toch te horen krijgen wat er gebeurt in de wereld. Ik vertel over Shirin. Shirin is een vrouw die heeft een dagboek geschreven. Het is een echt bestaand iemand. Ze komt uit Teheran en ze had politieke activiteiten. In de tijd van Khomeini is ze in de gevangenis terechtgekomen. In piena libertà. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per i vostri occhi che mi guardano. Na vele omzwervingen komt Shirin uiteindelijk als politiek vluchtelinge terecht in Italië. Het laatste woord heeft Shirin, die vertelt wat het betekent om vluchteling te zijn, om in een vreemd land te zijn. Je wilt zo graag leven als alle mensen hier, in vrede, met een toekomst. En het lukt vaak niet, want 's nachts komen je dromen en je nachtmerries.